En hoe heet jij? Mijn naam is Helen. Helen? Ja. Oké. Net in de kanaletenklas vertelde je dat je ervaring hebt met chemo en met wietolie. Klopt. Zou je daar wat meer over vertellen? Want dat is voor een heleboel mensen heel belangrijk. Ik voelde me veel rustiger. Ik was meer ontspannen. Ben totaal niet misselijk geweest. Ik heb goed geslapen. Ik kon gewoon alles blijven doen. Lekker winkelen, noem maar op. En, dat is belangrijk voor de vrouw. Ja, het leven ging gewoon door, ondanks de chemo. Okay. Het is niet dat ik dagen in bed moest blijven of wat dan ook. Nee, en hadden ze verwacht dat je er minder aan toe zou zijn? Hoe reageerden je artsen dus? De artsen die weten het niet. Ah. het enige waar hun het misschien aan gemerkt kunnen hebben is dat mijn bloeddruk van 100, de onderdruk van 110 naar 77 is gegaan. Oké. Okay. Dus daar zouden ze iets aan gemerkt kunnen hebben, maar ik heb het heel bewust niet gezegd omdat je toch veel tegenstand merkte. Als je erover sprak, dan de blikken van nee, dat moet je niet doen. Dus ik denk, weet je, ik ga het lekker zelf doen. En ik voel me Ze nog wel als je daar ooit zit. Als ik helemaal klaar ben, dan ga ik het ze vertellen. Oké, want hoeveel moet je nog? Hoe ver moet je nog? Ik ben nu helemaal klaar met alle behandelingen. Het is de bestraling is achter de rug. Dat is ook heel soepel verlopen. Weinig bijwerkingen. Geen misselijkheid. Wel wat verbrand. Ja, wel verbrand, zeg maar. Omdat ik een boostbestraling heb gekregen. Maar verder totaal geen bijwerkingen. En nu, hoe is het nu met de behandeling? Gaan ze nog verder? Of, Ik moet alleen nog de reconstructie ondergaan. En dat is eind van het jaar. Want ik heb een borstamputatie gehad. Oké. En de genezing van alles is zo snel gegaan. Dat ze wel problemen hadden om het litteken af te tekenen voor de bestraling. Die moesten ze erg goed gaan zoeken. Oké, en je had geen uitzaaiingen? Dat is allemaal helaas nog niet bekend. Ik ga ervan uit van niet. Ja. Gewoon zoals ik me nu voel, denk ik dat ik schoon ben. Oké, en die periode, hoe lang heeft die geduurd, alles bij elkaar? Ik ben over 6 dagen een jaar bezig. Op 7 april 2016 is het per ongeluk ontdekt. Ah, en hoeveel van dat jaar ben je bezig geweest met wietolie tegelijk? 3 maanden. 4 maanden, ja. Oké, dus je weet ook hoe het was voordat je die wietolie gebruikte? Ja, de chemo voor de wietolie was minder prettig dan met de wietolie. Oké, want hoe was dat dan voor de wietolie? Voor de wietolie heel erg gespannen en verkrampt en je voelde alles. Heel moe. Angst, ja. Ja. En nu niet. En toen ik de wietolie ben gaan gebruiken, 2 weken later, was ik minder moe, sliep veel beter. Ik voelde me gewoon veel prettiger in mijn vel. En hoeveel wietolie gebruikt hij dan? Ik gebruik 3 keer daags 5 CBD-druppels per keer. Oké. En voor de nacht 3 THC-druppels. Zou je ook wel goed slapen? Als een roosje. Ja. Nou, hartstikke bedankt, want dit is een scenario wat natuurlijk veel vrouwen overkomt. En de meesten voelen zich alleen maar ellendig. Ja. En wat jij dus laat zien, en niet alleen jij, maar we horen het wel vaker, is dat als je wat THC-olie erbij gebruikt, dat het allemaal een stuk prettiger kan. Ja, nee, ik heb wel met collega patiënten zitten praten en eentje is daar ook begonnen met de druppels. Oh. Dus ze zegt, zoals jij gaat, wil ik ook. Ja. Dus ik ben benieuwd. Hoort zegt het voort. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Want dit videootje zal ook veel vrouwen op weg kunnen helpen. Graag gedaan. Dankjewel. Gaat het al? Ja. Kost dat weg, toch? Ja.